Vrijdagavond NCRV. Bartje vindt het verblijf in het armenhuis niet zo leuk. Maar gelukkig komt er verandering in de situatie. Daarna volgt weer de actualiteitsrubriek van de NCRV, Hier en Nu. Goedenavond, dames en heren. Straks in Hier en Nu het volgende. Hoe veilig zijn de Spaanse stranden? Een vraag die veel vakantiegangers bezighoudt nadat de Baskische afscheidingsbeweging ETA deze zomer een serie bommetjes heeft gelegd op de Spaanse stranden. Overigens lijken de vakantiegangers hier in Benidorm nauwelijks onder de indruk. Maar ik merk hier niks van en trouwens de mensen geven alle. Want je ziet ze volop genietende mensen hier. En voor de rest is hier alles best en prima. Of ze bedoelen misschien in het basisland, weet ik waar dat is. Maar hier niet. In Benidorm niet, want je ziet langs de boulevard is niks te merken. Over de achtergronden van de nieuwe acties van de ETA straks een eigen reportage. Een onthullend gesprek met Rolf Mengele, zoon van de beruchte kamparts van Auschwitz. Een gesprek over de heimelijke bezoeken aan zijn vader, de gesprekken die hij met deze meest gezochte oorlogsmisdadiger voerde over diens waanideeën en zijn lange zwijgen. Het relaas van een bizarre vader-zoonrelatie. Graag tot straks bij Hier en Nu. En dan de Amerikaanse politieserie Hill Street Blues. Er is op de Hill een nieuwe bureaubrigadier gekomen. In Cheers krijgt Cliff ruzie met een vaste klant. Hij kiest snel het hazenpad. In de serie 13 persoonlijke ontmoetingen spreekt vanavond dominee Dijkstra uit het Friese Wartena. Vrijdagavond NCRV. Dag dames en heren. We gaan naar Drenthe, want daar staat het armenhuis De Lange Jammer en daar woont Bartje.